Hallo, ik ben Bo. En ik ben Maarten. Hallo. En ik ga je een paar vragen. Ik ga je 3 vragen stellen. Oké, ja, dat mag. Is er wel eens een misverstand tussen de meldkamer en de ambulance? Ja, dat kan wel eens gebeuren. En ik denk dat je als misverstand bedoelt dat we misschien wel bij een verkeerd adres staan. Ja. Ja, dat kan wel eens gebeuren. Want als bijvoorbeeld mensen een verkeerd adres doorgeven, zou het zomaar kunnen dat we ook wel eens bij het verkeerde adres staan. Een foutje is toch wel een beetje menselijk. Dus het kan wel eens gebeuren, ja. Wat zit er allemaal in de ambulance? Nou, er zit naast een brancard bijvoorbeeld, hè, waar de mensen op liggen, nog een hele hoop andere spullen. Maar er zijn toch wel 3 dingen die we het meeste meenemen. En dat is de zuurstoftas, de koffer en de monitor. De monitor gebruiken we juist om je bloeddrukje te meten en te kijken hoe je hartje doet. Om hartfilmpjes te maken of misschien iemand wel defibrilleren als hij dat nodig heeft. Nou, het is een heel duur woord, hè, maar technisch verhaal. En daarbij hebben we ook nog een zuurstoftas. Daar zit het medicijn zuurstof in, maar er zitten ook beademingsballonnen in waarmee we mensen kunnen beademen. Ook zuurstof kunnen geven. En dan hebben we een koffer en daar zit heel veel medicijnen in. Een stethoscoop, dat is zo'n dingetje die je oren doet en vervolgens naar je longen gaat luisteren. Dat soort spulletjes zitten eigenlijk ook allemaal in de koffer. Ja. Hoe lang doet u dit beroep al? Nou, ik doe dit beroep nou ongeveer zo'n 7 jaar, iets langer zelfs al. Dat is voor mij best wel lang, maar voor andere mensen is dat heel kort. Want er zijn zelfs mensen die doen het al 40 jaar. Dat is wel heel lang, hè? Ja. Dit waren mijn vragen. Nu komt iemand anders. Oké, dankjewel. Oké, even wisseling van de wacht, hè? Ja, ik zie het, ja. Zo. Mijn eerste vraag is, als u iemands leven moet redden, bent u dan niet bang dat u het fout doet? Als we iemands leven moeten redden? Ja, dat kan wel eens gebeuren dat we dingetjes niet helemaal gaan zoals je wil. Maar fouten maken wij stiekem nooit. Want we zijn natuurlijk heel goed. Nee, wij werken volgens protocollen. En die protocollen handelen we heel netjes af. En zo proberen we fouten zo min mogelijk te maken. Maar bang zijn we om een fout te maken? Ja, daar zijn we stiekem wel een beetje op getraind om dat niet te doen, hoor. Oké. Bent u wel eens echt te laat gekomen? Te laat? In zoverre dat iemand misschien toch wel iets heel ernstig hebt? Ja. Nee, we zijn eigenlijk nooit te laat gekomen, want wij kunnen altijd nog wel iets doen. Oké. En heeft u wel eens een keer een agressief persoon gehad? Ja, we hebben wel eens wat opstootjes gehad. En dan moet je denken bijvoorbeeld in de kroeg bijvoorbeeld. Hè, als er mensen lekker een drankje op hebben. Dan kan het wel zo zijn dat ze een beetje agressief zijn. Maar meestal hebben we de politie bij ons. En de politie is onze beschermengel om het zo maar te zeggen. En die doet een hele hoop voor ons. Dus eigenlijk hebben wij niet zo heel veel last ervan. Oké. Dan zijn mijn vragen op. Oké, nou, dankjewel. Komt er nog iemand? Ja, eentje. Nog eentje dan? Ja, oké. Kijk eens even. Inge. Hallo. Hallo. Ik ben Inge. Hoi Inge, ik ben Maarten. Ik kom wat vragen stellen. Nou, dat is goed. Hoeveel ambulances zijn er hier in Heemskerk? Nou, in Heemskerk zijn er eigenlijk maar 2 die nu in dienst zijn. Want we hebben maar een heel klein postje in Heemskerk. Want onze hoofdpost zit in Velsen-Zuid. Maar zoals je net ook al verteld hebt, stiekem heb ik gehoord dat de Velsen-tunnel dicht is tot en met januari. Dus gaan wij nu ook een extra ambulance in Heemskerk zetten. Dus nu zijn we met 3 ambulances. En 2 daarvan werken in de avond. Oké. En welke opleiding heb je nodig om ambulancebroeder te worden? Ja, dat ligt eraan wat je wil gaan worden. Hè? Want we hebben zeg maar 2 personen op de ambulance. Eentje zit altijd achter het stuur en eentje zit er meestal naast. En dat is het verschil tussen de ambulancechauffeur en de ambulanceverpleegkundige. Als ambulancechauffeur heb je een goede dosis vol goede verstand nodig om het zo te zeggen. Een EWO-diploma en wat levenservaring. En dan ga je dus uiteindelijk de ambulancechauffeuropleiding in. Die kan zomaar 9 maanden duren. Dan ga je leren rijden, dan ga je leren medisch handelen. En als ambulanceverpleegkundige moet je eerst verpleegkundige zijn. En daarna ga je op de spoedeisende hulp werken of de intensive care werken of de anesthesie. En daarna mag je de ambulanceverpleegkundige opleiding doen. En die duurt ook ongeveer zo'n 8 à 9 maanden. Oké, en wat is er zo leuk aan je werk? Ja, wat er zo leuk aan mijn werk is? Ja, eigenlijk zijn er altijd heel veel leuke dingen. Terwijl het voor heel veel mensen niet zo leuk is als wij komen natuurlijk. Maar het werk wat mij zo leuk, of wat ik zo leuk vind aan het werk, is dat ik mensen kan helpen. En dat het ook heel vaak goed gaat. En dat doet me goed. En dat vind ik leuk. Dat snap ik. Ja, nou mooi. Dat waren mijn vragen. Dankjewel. En gedaan. Oké. Nou, top. We zijn een heel stuk wijzer geworden, hoor. Hartelijk bedankt. Heel goed. Nou, gelukkig maar.